Yoga Saint, hier jullie kijken naar een nieuwe video. In deze video ga ik Willow naar rang 35 pushen. Doe ik in Brawl Ball met Evan en met Sweats. Willen jullie nou meer rang 35 video's zien of andere video's? Laat dan weten in de comments en doe dan zeker een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie bij het eerste potje. Oké, aangekomen bij het eerste potje tegen een Otis, een Shelly en een Cordelius. Wat je met Willow wil doen is je gaat gewoon naar de kant die best wel easy van je is. Dus dat is Otis hier. Alleen trouwens, Shelly gaat natuurlijk alleen. Shelly is ook best wel prima. Oké, ja, die Shelly gaat me nu killen, denk ik. Ja, ik heb geen ammo meer. Beetje zonde, ik had mijn ammo geweest aan de Otis. En ja, dat moet je natuurlijk niet hebben. En we gingen allemaal dood, dus hun score is na 10 seconden al de 1-1. Evan wil rechts, denk ik. Ja, prima, dan ga ik wel tegen de Cordelius. Oké, die is nu al dood. Nice gedaan van Sweats. En natuurlijk van mij met die ene hit, want anders had Sweats hem niet kunnen killen. Ik denk dat Sweats hier alweer de 1-1 kan scoren. Ja, lekker, oké. Het staat al 1-1 na 30 seconden. Dus dat is een lekker snel botje. Oké, let's see. Ik ga weer tegen Cordelius. Cordelius is een easy matchup voor Willow. Behalve als Cordelius de jump gadget gebruikt. Dus je moet een beetje oppassen. Maar als het goed is, had Cordelius in het begin van de game de... die mute gadget gebruikt op Evan. Oké, nice. Ik heb die prediction gewoon gehit. En een mooie trickshot om te scoren. Top, dit was best wel een snel potje. Dus dat is mooi. Dus dan zie ik jullie bij het volgende potje. Oh, we hebben instant matchmaking. Oké, dus dat moet sowieso een hoog team zijn, wat ook wel goed is. Want ja, snelle matchmaking is natuurlijk perfect. Oké, we zitten tegen een Cordelius, een Frank en een Colt. Dit kan wel een irritante comp zijn. We hebben één potje verloren vandaag en dat was tegen een Frank. Dus ja, even kijken hoe we het hier tegen gaan doen. Die Frank had toen de andere gadget in ieder geval, dus dat is top. Evan kan Frank nu heel hard counteren doordat Frank niet die gadget heeft, waardoor je Shelly super zeg maar kan cancelen. Wat goed is, oké, nice. Hij zet alweer zijn tweede gadget in, dus dat gaat ook goed. We zijn natuurlijk een beetje een slechte start gemaakt, maar we hebben geen tegengoal gekregen. En Frank heeft twee gadgets al geweest, wat top is. Oh, Cordelius heeft super, ja, ik ben hier dood. Denk ik. Ja, Cordelius is heel irritant voor Willow, zolang hij zijn super heeft. Als Cordelius zijn super niet heeft, dan is het een easy matchmaking, of een easy matchup, geen matchmaking. Maar die Cordelius had ook de mute gadget, zeg maar. Dat is hetzelfde als Otis, super. Dus dat is top, want dan kan ik hem gewoon counteren op lane easy. Even kijken, kan ik hier scoren? Oké, top. Ja, die Frank was niet heel slim dat hij daar ging lopen. Maar ja, je moet natuurlijk wel even gefocust zijn als Willow om die te hitten. En dat was top. Dat was een snelle plus 3. Hoe hoog zaten hun? Oké, 1100. Ja, ruim 35. Dit is ook niet echt een goede match. Dit is een map voor Frank. Dus ze zijn lekker min 40 gegaan, denk ik al. Dus dat is balen voor hun. Maar dan zie ik weer bij het volgende potje. Oké, aangekomen bij het volgende potje tegen een dubbel Dynamite en een Fang. What the fuck, dit is een beetje een rare combo. Maar Dynamite is best goed op deze map. Dus we moeten een beetje oppassen. Willow is natuurlijk net als Dynamite een werper. Alleen Dyna tegen Willow is voor Dyna eigenlijk een iets betere matchup. Tenzij ja, de Willow heel goed speelt natuurlijk. Maar oké, mijn mates staan gelijk dood op die Dynamite daar. Die Dynamite daar rechts is denk ik ook heel goed. Want hij heeft de Dynamite Mastery van Birdie. En ja, ik had mijn lane best prima. Oh, hij wil zelf switchen. Oké, hij denkt die Dynamite met die Coach Mike skin is minder goed dan die Dynamite met die... weet ik veel. Ik weet niet hoe die Dynamite skin heet. Ik heb hem wel, hij is best wel nice. Ja, in ieder geval de Dynamite met de Mastery. Thanks Sweats voor het winnen van mijn lane. Evan heeft ook gewonnen van die andere guy, dus prima, I guess. Kunnen we hier scoren? Nee? My god. Nou, ik denk het wel trouwens. Ik denk het wel. Die Fang is ook dood. Oh. Oké. Fuck. Huh, hoe ging ik daar dood? Ik zweer, ik werd maar door een van die dingen gehit. En die Dynamite lekker spinnen. Dit kunnen we nog wel winnen. Ligt een beetje aan of Evan snel wallbreaks kan krijgen. Als de Fang hem feedt, dan zou dat heel chill en top eigenlijk door elkaar. Ik verspreek me echt te veel. Ik ben helemaal uit die YouTube ding. Maar als Evan ze super snel kan krijgen en die muren aan een van de lenen kan verbreken, zou dat top zijn. Oké, die Dynamite geeft een free win uit. Oké. Prima, I guess. Fang. Oké, we moeten natuurlijk wel die win pakken. Ja, nice. Derde goal op rij met mijn super. Dus al stop, wie was die Dynamite dan? Die ken ik niet. Dus ik denk niet dat het een Nederlander is. Maar hij heeft Crynamike als naam. Dus hij is wel goed met Dynamite, I guess. Dus Dynamite main. Ik weet niet waarom hij free win gaf. Maar het zal wel, wel denk ik wel kunnen winnen. Oké, aangekomen bij het volgende potje. Tegen Cyclone, Simon en KC. Oké, Cyclone en KC zijn sowieso heel goed. Dus dat is kut. Daar heb ik natuurlijk helemaal geen zin in.
Maar we hebben best wel een prima matchup, I guess. We hebben Shelly voor Buzz en we hebben Willow voor Cordelius. Oké, let's go. Ik hit Cyclone gelijk 2 keer. Die is one shot, denk ik. Als jullie hun niet kennen, zijn pro's. KC is tenminste retired als pro, maar hij heeft wel echt wel meer dan 50.000 in earnings, denk ik. Zoiets. En Cyclone is nu van Humble. Humble gaat naar de LCQ, dat is die Last Chance Qualifier. Dus die heeft ook wel kans op Worlds te halen. Evan wil lane switchen. Ja, ik weet niet precies waarom, want ik ben natuurlijk niet in staat om tegen een... Fuck, hoe heet dat nou? Tegen een Buzz te spelen met deze brawler. Gaat Sweats hem killen. Nice van Sweats. Ik kan die Cordelius ook wel killen, I guess. Hij loopt gewoon weg. Hij gaat niet eens lekker een push doen op een Willow. Wat doet hij nou weer? Let's see. Ik kan misschien nog wat doen met mijn super. Simon is denk ik dood. Top. Kan ik hier scoren? Nee, fuck. Ik wou hem daar gaan schieten. Maar net toen ik wou gaan schieten, hit KC me. Dat is jammer. Sweats dood. Wat gaat Evan hier doen? Nice. Mooie poging van KC. Evan staat stil. Rip. Ja, dit is niet echt een goed moment om stil te gaan staan voor mijn teammate. Want we worden natuurlijk gewoon gespawn-trapped. Evan staat nog steeds stil. Evan staat nog steeds stil en Cyclone kan hier denk ik scoren. Want er is niemand voor het doel ofzo. Ja. Fucking hell. Waarom de fuck is mijn teammate AFK? Bro, wordt dan op zijn minst een bot. Ja, nu is het een bot geworden. Bruh. Dus we komen tegen goede spelers en dan hebben we een bot als teammate. Nice, man. Ik kan scoren, denk ik. Let's see. Ja, mooie goal. We hebben toch nog gewonnen met een bot als teammate. Shelly heeft natuurlijk gewoon die super gedaan. Dus dan konden we ze met z'n tweeën wel killen, I guess. Sweats en ik. Dus ja, zie ik jullie weer bij het volgende potje. Aangekomen bij het laatste potje. Tegen een Dynamite, een Cordelius en Max. Sorry, ja, Cordelius is echt zo OP. We komen letterlijk elke game tegen fucking Cordelius. Ivan wil switchen. Prima, dan zitten we alsnog tegen Cordelius. Hij wou denk ik tegen Cordelius en niet tegen Dynamite. Lijkt me. Maar de Dynamite wil blijkbaar niet tegen Shelly. Dynamite wil tegen Willow liever. Prima, terwijl Shelly een easy matchup natuurlijk is. We killen die Dynamite ook heel easy. Let's see. Die Max is echt one shot. Hij gaat de andere kant op. We moeten even oppassen voor die Cordelius, want Ivan komt zo uit die super. En ik denk dat, ja, hij heeft de Cordelius wel uiteindelijk. Maar met zijn super, ja, nice goal. Na 30 seconden, I guess. Ik heb nog niet echt iets gedaan. Ik heb die Dynamite 1 keer gekilled. Ik heb mijn super nog niet eens. Ik heb pas 5 ticks gedaan in de hele game. Maar prima, Dynamite gehit. Nu heb ik 8 ticks. En mijn teammate scoren, denk ik. Ja, we hebben gewonnen in de rang 35 game voordat ik mijn super zelfs heb kunnen krijgen. Maar ja, prima. Dat was dus Willow rang 35. Ik moet dus nu nog een paar rang 35's heb ik ze weer allemaal. Dus dat is nice. Dan wil ik jullie in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. Misschien ga ik die mastery nog halen, want ik zit in gold 3. Maar ja, dan zie ik jullie later, mensen.